zit er bovenop. Aan. Ja, hey, zo. Nou, zo sorry, ik neem alles terug. Ja, ja, wat mooi, wat mooi. Australian Open, kijk je dat een beetje? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, het finale Djokovic Nadal. Voor wie ben je? Je bent van Djokovic. Ja. Ja, denk ik. Ja, ik mag Nadal gewoon niet. De sympathiekste van de twee is Nadal en de fijnste tennisser van de twee is Nadal. Wat? Ik doe hem nu na met dat eeuwige Nou, weet je wie dit... Oh, die zou zeggen, Djokovic is nog langer. Nee, maar ik vind ze allebei ben ik natuurlijk niet echt... Djokovic doet Thijs, echt heel lang ik ben over. Voor Robin Haase. Toen dacht ik aan een andere speler die volgens mij ooit de Australian Open heeft gewonnen. Met een prachtige Hawkeye. Het was het begin van de Hawkeye, maar dit is dan op volgens mij is het op Wimbledon. Maar ja. Marat Safin. Dit is schitterend. Beetje slecht beeld, maar dat maakt niet uit. Als je hem kleiner hier. Maakt, is het wel. Challenge. There'll be a challenge here. I think this missed the line. I think this, but you think it was inside. Dit is een challenge van... Even Federer was laughing at it. This was... Een umpire die... Ik zal ook al... Ja, mooi. Heel mooi. Echt typisch Federer weer. Gewoon even... Mooi bescheiden lach. Elk jaar kreeg ik nog de challenge van Safin terug. Safin had ook volgens mij zijn box, hè, waar je nu altijd de coach hebt. En, zaten toch allemaal hoeren en... Ja, de Safinova's heten ze volgens mij ook. Daar had hij gewoon een blik lekkere wijven neergezet. Ja, dat was schitterend. FCM PSV. Nou... Mooi natuurlijk, 2-2. Ja. En ik geniet altijd enorm van de tweets van RTV Drenthe Sport. Bij elke tweet komt die foto erbij. En dit is, dit is natuurlijk mooi. Pedersen met een gelijkmaker, het is 2-2. Maar probleempje toch? Ja. Want ze doen het bij elke tweet. Dus het is ook bij de 1-2. Als PSV scoort. Ja, PSV scoort. 0-2, daar moeten ze iets aan doen, vind ik. Ik denk ze moeten twee foto's maken. Eentje en eentje zo. Maar voordat je RTV Drenthe Sport, de Twitter-account, gaat bashen, moet je natuurlijk ook het eigen Dagblad van het Noorden-account bashen. Bij Groningen Heracles 54ste minuut, Dagblad van het Noorden-sport. Bij Bruns is de pijp leeg, de middenvelder lijkt snel te worden vervangen door Rustic, die al een poosje met zijn warming-up bezig is. Ja. 20 minuten later scoort hij nog twee keer. Ja, heerlijk. Ja. Wat vind je van het weer, Zwoebe? Enorm koud. Oh, heb je ook iets met ijs? Ik had ook iets met ijs. Ja, oké, nou leuk. Ik vind het hartstikke koud. Bruggetjes worden er toch altijd uitgehaald. Voor ijs is bruggetjes heel slecht. Ja, precies, dus we doen het zonder bruggetje. Waar ik er zo erg bang voor ben, dat de Elfstedentocht weer een keer komt. Dit soort tafereelen krijg je dan. Al die stomme Brabanders die dan naar Friesland komen en die gaan dan op een hurken met een toeter en in een gek pakkie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, Een muur. Een muur bouwen? Dat is dus eigenlijk wat ik naartoe wil, inderdaad. Ja. Kunnen we niet een... En ze gaan er zelf voor ze betalen. Ze gaan er zelf voor betalen, inderdaad. Het was weer die strijd, hè? Wie mag de eerste marathon op natuurreis? Noord-Laren verloor weer. Ja. Maar is daar wel... Joop Zoetemelk van de... Natuurijsmarathons. Er heeft wel iemand toch op dat ijs gestaan. Nou, wel meer, want die baan was gewoon open. Maar ook een verslaggever van RTV Noord. De slechtste schaatser die ik ooit heb gezien. Het is de slechtste verslaggever. Nee, ik dacht ook een beetje van, goh, je gaat nu RTV Drenthe en RTV Noord, je gaat ze allemaal kapot maken. Maar RTV Drenthe heb ik toch helemaal niet kapot gemaakt. Nee. Dat is juist hartstikke leuk. Alleen moet even eentje. Een stoel en dan denk je, dat wordt makkelijker, maar dat doet hij. Hij gaat met zijn neus in die stoel, valt hij of niet? Nee. Het is geen echte beroepenfilm. Maar ja, echt, veel helpt het ook niet. Matthijs Veldhuis, slechtste schaatser ooit. Ja. Door hem is die marathon in Noord-Laren niet doorgegaan. Ja, die heeft het hele ijs kapot gemaakt. Bedankt, Matthijs. Oh nee, ik heb nog gisteren... nu verwacht je heel veel. Ja, ik heb een hartstikke leuk Twitter-account ontdekt. Dat gaat erover dat mascottes bij een minuut stilte moeten mascottes... Ja, die moeten dus ook iets doen. Staat er een soort kikker, wat is dit? Een bleek geworden kikker. En ik vind zelf deze het mooist. Want dit is een soort minuut stilte, iemand dood. En die staat daar met een grote grimas, een soort superheld met een, buikje. Met een enorme bal. Volg dat. Mascot Minutes of Silence. Ja. Staat ik nog maar net. Ja. 20 uur geleden. Ik zit er bovenop. Hey, zo. Nou, zo sorry, ik neem alles terug. Ja, wat mooi.
Coach van het jaar. Coach van het jaar. Zeker. Sander van der Streek. Dat ga je nu al zeggen. Ja, ik heb een allitererend naampje. Oh nee, kut. Dat kan natuurlijk niet, want we hebben dingen al achterin staan. Ah. Mark van der Madel. Robin van Persie. Oh, jammer dat hij niet Peter van Persie heeft. Oh, ja, vind ik wel. Ik vind Robin wel. Ja. Stijn. Of Stijn. Ja, hij zal wel niet Stijn heten. Ja. Hij heet Stijn. Nul punten heeft hij gehaald. Nou, dat kan hij alleen maar meer halen. Sam Stijn. Ja. Doen we Guus Stil eruit. Die scoort allerlei doelpunten. Sam Stijn erin. Nou. Waar zijn we mee bezig? Nou, wel een prima team.